Een lekker dagje rechtbank vandaag. De regiezitting in het proces Wilders deel 2 staat op het programma. En wat in ieder geval al anders is, is dat de benadeelden niet gefilmd mogen worden in de rechtszaal. En dat is natuurlijk om de nu volgende beelden te voorkomen. Mag ik dat zeggen? Nee, ik denk dat ik dat inmiddels wel duidelijk heb laten merken op deze zitting. Oh. Meneer Prakker, wat een toestand was het, hè? Ben ik geen meneer dan? Sorry? Ik ben mevrouw Prakker, dacht ik. Met wat voor gevoel zit u hier? Een gevoel dat het... Ken je de film Groundhog Day? Dat is een beetje mijn gevoel. I've done that. Het is in feite een dag waarop een hoop tijd, moeite en geld verspild wordt. Hè? Want het moet allemaal nog weer eens dunnetjes over. Wat me heel erg opviel was dat één rechter niet eens wist dat het OM besloten had om de heer Schalken niet te vervolgen. Dat is wel opzienbarend. Het OM in Den Haag zegt meneer Schalken wordt niet vervolgd. Is dat zo? Is dat die beslissing al genomen? Ja, dat is, die is genomen. Ja, die beslissing is genomen. Iets minder cabaret dan de vorige keer. Ja, ik ben daar wel blij mee. Ja, u bent daar blij mee? Ja. Het was ook wel lachen. Ja, maar dat begrijp ik, vooral voor jullie. Maar uiteindelijk gaat het er toch om of dat proces zijn doorgang krijgt en op welke manier. En ik zie het liever zoals het vandaag ging, moet ik u zeggen, dan zoals het de laatste keer ging. U neemt het nu meer serieus? Nee, ik ben nog steeds even serieus, maar misschien is de andere kant wat serieus. Ja, u neemt het meer serieus? Ik neem het allemaal serieus, ja. Zelfs als u mij je vragen stelt. Ja, af en toe ook wel lachen om Moscovici. Ja, dat zijn natuurlijk ook wel weer de grappige dingen op zo'n proces. Als er een beetje heen en weer gesteggeld wordt. En Bram is dan ook op zijn best, vind ik wel. Liever het diner. Noemt u dat het diner? Noem het diner. Volgens mij is dat een titel van een boek. Stond wijn op tafel. Ja. Diner. Het diner. Een beetje incestueus. Incestueus diner vind ik. Het is ook weer een merkwaardige woordspeling. Want als je ziet wie er aan tafel zat, meneer Hendricks en wat andere mensen, dat geeft toch een bepaald beeld van wat dat voor een diner moet zijn. Ik had er geen hap door mijn keel kunnen krijgen. Nou heb ik weer dezelfde advocaten tegenover meneer Moscovici zitten. Dan hoef je je toch ook niet echt al te veel zorgen te maken, denk ik dan. Ja, hoe de mensen eruit zien, dat is aan hun. Het is ook niet mijn smaak, maar onderschat nooit je vijanden. Mevrouw Prak, ik heb me voorgenomen mij niet te verspreken. Hoe was het vandaag? Een beetje, een regiezitting. Dat is niet erg opwindend. Nou was de vorige keer, was het ook hier en daar nog wel een beetje een klungelig optreden van jullie. Vindt u dat ook? Nee, ik vind niet dat wij ons klungelig hebben opgesteld. Als je die beelden terugzag van hoe jullie daar dan door die rechtszaal gingen en meneer Steijnen die... Dat zijn wij niet. Nee, maar goed, u snapt dat qua beeldvorming, dat zag er allemaal niet lekker uit. Nee, dat ben ik met u eens, maar goed, dat is niet voor onze rekening. Mevrouw Prakker, dank u wel voor de toelichting. Ja, dan halen we toch de inside information toch weer eventjes bij u vandaan. U heeft met meneer Steijnen gesproken? Ja, net in de advocatenkamer met zijn Marokkaanse collega uit Rotterdam. En toen zei ik, maar waarom willen jullie nou nooit praten met de verslaggever van Po-nieuws? Toen zeiden ze tegen mij, wanneer deze mensen ons nog één keer lastigvallen, dan overwegen we ze te dagvaarden. Nou wil Anait, die wil niet met ons praten. En dat is toch jammer, want vallen jullie onder dat kwotum? Nou ja, wij wilden ons kwotum even opschroeven met hem. Ik bedoel, wat moet je nu doen? Nu moet je dus mensen zoeken die er allochtoon uitzien. Die er misschien niet zoveel verstand van hebben. Maar ja, je moet toch je kwotum halen, begrijp ik, want anders kom je in de problemen. En dan wil ik Anait vragen en dan wil hij niet. Hij is toch deskundig? Nee, ik denk dat je er moet dagen of wraken. Ik bedoel, jullie subsidie loopt gevaar. MUZIEK